gaan met puntenkoers junioren B-meisjes. ...25 ronden op het rondebord. Op ronde 21 gaan we bellen. Aanrijding nummer 260. Lotte Veenstra. Zit iedereen nog mooi bij elkaar? Ook nu geldt weer, achterblijvers die dreigen te worden ingehaald of die zijn ingehaald, worden door de jury uit de wedstrijd gehaald. Dus net als achterblijver even goed op wat de jury aangeeft. Want is het een groepje, dan zal je met elkaar toch nog eventjes moeten uitmaken wie op welke positie gaat finishen. Eerst gaan we ons opmaken voor de eerste bel. Daar klinkt de bel, dat betekent dat we in ronde 21 zijn aangeland. Dat betekent ook meteen dat de snelheid omhoog gaat. Dat zie je ook gewoon. Eén recht lint aan de leiding. Voor die eerste punten. 3.45. Dat is Fleur Huls. Die krijgt 2 punten. En de 1e punt is voor 4.97 Laura Kwon. Dan gaan we weer naar de volgende bel. Junioren B jongens. De A en de B-finale, beide naar de area of goal. ...422. Hilde Oudzagen, bedankt. Dan gaan we ons weer opmaken voor de volgende sprint. Volgende keer bellen. Aan de leiding met het nummer 262 gaat Floortje Jansen. Wedstrijdstaken 52. Drie dames aan de leiding. Met 3.45 is het een beetje jammer dat ze door het peloton met ingehaald. Dus daarmee haar punten kwijtgespeeld. Maar toch, weer punten gehaald. Mooi resultaat. Ondertussen concentreren we ons weer op de wedstrijd. En met ronde wordt op 11, gaan we dus weer bellen. Hebben we nog steeds nummer 497, Laura Kwan weer aan de leiding. Zien we Ramona ook ver van voren. Zien we Evelien ver van voren. Zien we Floortje nog ver voorin.
Dan gaan we ons weer concentreren op de volgende sprint. En die sprint die gaat naar 4,97. Laura, kom. Dan gaan we weer bellen. Ronde wordt op 9. Zijn in de enkele cijfers aanbeland. 419 aan de leiding. 416 denk ik, Iris Tiebe. Wel, 416 en die krijgt de twee puntjes. En 186 officieus. Eén puntje, Evelien Fijn, maar dat is officieus. En dan gaan we weer bellen. Staat het rondebord ondertussen op 7. Gaan we weer bellen. We hebben nu aan de leiding nummer 260, Lotte Veenstra. Dunt het groepje langzamerhand uit. Wordt het een harde wedstrijd. 2 punten, 260, 1 puntje, 186. En dan gaan we weer bellen. Ronde wordt op 5. Aan de leiding nu 4,32. En Nicky Noordegraaf. Dat is een naam die ik nog niet vaak genoemd heb. Deze dames gaan afsprinten. Deze dames sprinten af. Met onder andere de 4,13, dat is Loes Busser. Volgens mij won die in dat groepje. 2 puntjes. Gingen naar Nicky Noordegraaf. Er staat het rondebord op 3. Gaan we voor de ene laatste keer bellen. Is het al bijna een afvalkoers geworden? Mag ook de wedstrijd gaan staken. Gingen de 2 puntjes volgens mij naar Evelien Fijn. Dan gaan we nu voor de laatste keer bellen. We gaan het nu om de laatste punten. 3, 2 en 1 punten. 186, dat is de dame aan de leiding. Dat is Evelien Fijn. Evelien Fijn pakt ook die laatste punten. Is volgens mij dan ook de winnares, maar dat is even officieus. We hebben nog 1 rijdster in de baan. De nummer 416.